Commercieel is eigenlijk voor mij toch meer iets maken wat wordt verwacht. Ja, als het toch meer richting kunst gaat, dan heeft het geen grenzen. Dan kan je gewoon doen wat in je opkomt en wat goed voelt. Of het echt vanuit jezelf komt. Niet het hokje. Dat. Ik ben Marloes Kiewit. Ik illustreer en schilder. Ik heb ongeveer 6 jaar in de modebranche gewerkt. En ongeveer 3 jaar geleden ervoor gekozen om toch iets te gaan doen waar ik happy van word. Ik heb mijn spullen gepakt, ticket gekocht en ik heb bij plekken over mezelf verteld. En eigenlijk gezegd van nou, ik kan wat voor jou maken. Zullen we ruilen daarvoor? Mag ik dan onderdak in eten? Of dat werd voorgesteld. En op die manier heb ik 9 maanden kunnen reizen. Illustreren heb ik eigenlijk altijd wel gedaan. Dat was een soort van uitlaatklep, eigenlijk altijd wel geweest. Ook tijdens mijn studie, stage, toch stiekem altijd wel een beetje tekenen. Maar nooit het gevoel gehad of het idee gehad dat je daar, ja, dat je daar je werk van kan maken. Vroeger was het voornamelijk doodles, heel cartoonachtig. En gewoon een lijn neerzetten en kijken wat het wordt. Ik zat toen bijvoorbeeld dat ik heel erg chaos in mijn hoofd had, dus ik begon me af te vragen waar komt dat vandaan. En dat is dus omdat ik heel lang geen thuisbasis heb gehad. Ja, dat kon ik in mijn werk kon ik dat uiten. En dat is ook, ja, dat is ook een stukje kwetsbaarheid. Het is ook gewoon jezelf laten zien hoe je op een bepaald moment voelt. En dat heeft zich nu eigenlijk ontwikkeld tot iets, ja, wel een andere stijl. Een strak lijnwerk, dotwork. Organisch, met een hele natuurlijke flow. Patience, dedication en continu afstand nemen, terugkomen en kijken of het realistisch is, of het klopt. En dat heeft, dat, ja, daar heb je geduld voor nodig.